nog de oude brug waar we lopen? Ja, het is de oude brug en hier zie je gelijk het verschil tussen de oude en de nieuwe brug qua grootte. Het is de hoogste hefbrug van Europa. Daarnaast is het natuurlijk uniek om in dit gebied een brug aan te leggen. We hebben het over de oude spoorbrug, of tenminste de oude Botlekbrug en pal daarnaast ook nog de Botlektunnel. En daar dan tussen deze brug maken, dat is gewoon een unieke situatie. Hier gaan we het contragewicht storten. Je ziet hier gelijk de enorme omvang van onze brug. Als je nou het contragewicht wat in de bekisting staat vergelijkt met het contragewicht van de oude brug wat daarboven zit, dan zie je al gelijk waarom we dit de grootste hefbrug van Europa gaan noemen. En het is de bedoeling dat we medio begin mei, of april moet ik zeggen, het contragewicht gaan storten. Dat wordt een heel spannend moment, want het is toch een hele speciale beton die ervoor zorgt dat er genoeg gewicht in het contragewicht wordt ingebracht. We hopen de dekken gereed te hebben rondom de bouwvak, zodat we de tweede helft van dit jaar kunnen beginnen met de afbouw van de bruggen. En dat is de opstorts en schampkanten, voetpaden, leuningen, lantaarnpalen. Dus er is nog een hoop te doen. Het invaren van de twee brugdekken. Die worden momenteel bij Mammoet, liggen die nagenoeg klaar. En het is de bedoeling dat we die medio augustus en een keer eind augustus gaan invaren. Ja, dat is natuurlijk ook een geweldig spectaculair event. Hè. Dat gaan we weer het nieuws mee halen, hoop ik. Ja, want die afmeting is enorm hè, van zo'n dek. Ja, die afmeting, om een kleine voorstelling te geven, moet je denken aan een voetbalveld. Dus we gaan in een weekend een compleet voetbalveld invaren. En het gewicht van zo'n stalen brugdek is 5000 ton. Nou, te vergelijken met 5000 gemiddelde personenauto's. Het was een kleine brug die vaak open moest, 6-7 keer per uur. Hoe gaat dat met de nieuwe brug worden? De nieuwe brug heeft een vrije doorvaarthoogte van 14 meter. Dus dat betekent 7 meter verschil. Dat houdt in dat de nieuwe brug slechts 1 tot 2 keer per uur open hoeft. Ten opzichte van inderdaad 6 tot 8 keer per uur gaat dat heel veel schelen voor het verkeer. Het is de bedoeling dat het verkeer hier eind van het jaar, medio begin 2015, moet gaan rijden. Dat zal gefaseerd gaan. En daarom is er ook niet exact de datum aan te geven. Maar eind van het jaar moeten we nagenoeg gereed zijn.